Chris, een derby vol emotie. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Er gebeurt ook een hoop vandaag. Uiteindelijk dan twee rode kaarten. Maar de emotie, die zit er uiteindelijk natuurlijk altijd wel in een derby, hè? Ja, logisch. Maar je hebt emotie op verschillende manieren. Ik vond deze emotie wat, nou, ik weet niet of het woord bestaat, negatief. En welk moment, ja, welke emotie heb je het dan voornamelijk over? Ik zie rode kaarten, ik zie schoppen, ik zie heel veel commentaar op scheidsrechter. En ik zie onderling wat weinig respect, spelers onderling. Ja, nou, weinig respect denk ik dat het wel meevalt. Tenminste, of ik heb ze te weinig meegekregen. Maar ja, nou ja, als we het hebben over de rode kaart aan onze zijde, is het in ieder geval een hele domme, denk ik, geweest. Want er is geen enkel moment nodig om zo'n noodgreep te nemen. En zeker op zo'n moment niet, maar ja, klopt. Ja, dat is ook een overduidelijke rode kaart, puur uit frustratie. En die frustratie snap ik wel, want eigenlijk de wedstrijd heel lastig begonnen voor Zevenhoven. Daarna pak je het op 1-1 en speel je tegen 10 man. Dan verwacht iedereen de tweede helft droppen erover. Ja, inderdaad. Ja, kijk, vroeger tegengoal. En dan ja, kan je als ploeg daar ook natuurlijk op twee manieren mee omgaan. Of heel erg onrustig gaan worden en maar wat gaan doen. Maar ik vond wel dat ze daar in ieder geval goed mee omgingen. Dat we probeerden in ieder geval ons eigen spel te spelen. Ja, en dan kom je eigenlijk nog, nou ja, ik wil niet zeggen gelukkig. Maar je komt in ieder geval nog gelukkig voor rust, hè, op gelijke hoogte. En dat tegen 10 man. Ja, dan verwacht je in ieder geval een beter resultaat aan het einde van de wedstrijd. En het jammer is dat we dat uiteindelijk niet hebben kunnen brengen. En voornamelijk in de afronding. Want ik bedoel, de mogelijkheden die zijn er zeker geweest. Ja, op basis van het veldspel, zeker tweede helft, verdient Zevenhoven natuurlijk de drie punten. Dat is duidelijk. Maar goed, die krijg je niet. Je krijgt een knauw vandaag. En hoe gaat dat doorwerken? Nou, ik denk niet zozeer dat het heel erg door gaat werken. We weten sowieso ja, dat elke wedstrijd daarin weer anders is. Dat blijkt ook vandaag maar weer. Hè. Het is uiteindelijk een hele andere derby geworden dan denk ik iedereen van tevoren had verwacht. Ja, die tweede goal die mag natuurlijk, ja, zeker niet op die manier vallen. Tuurlijk is het ook de kwaliteit uiteindelijk van Robin van Koert die zo sterk blijft aan de bal en lang bij zich kan houden. Ja, dan geeft hij hem af op Daan en die krijgt gewoon sowieso alle vrijheid om hem te ontvangen. En dan krijgt hij nog eens alle vrijheid om rustig naar binnen naar zijn favoriete linker te lopen en die bal binnen te schieten. Waar gewoon geen druk is op de bal, helemaal niets. Ja, dat is wel frustrerend. En zeker omdat je, ja, denkt te kunnen winnen deze wedstrijd. Want eigenlijk je eerste grote test, we hadden het de vorige week al over. Dit is de eerste grote ploeg in de vierde klasse die je tegenkomt. Wel geslaagd? Nou ja, op resultaat natuurlijk niet. En nou ja, goed, het blijkt ook maar weer, hè, dat we onze leermomenten in ieder geval wel hieruit moeten halen. Ik bedoel, nu was het ook. NSV wordt in een situatie gedwongen uiteindelijk om veel achteruit te lopen. En de ruimtes daarin klein te houden. Ja, dan moeten we daar wel wat beter mee omgaan. En daar is dit ook weer een leermoment in. Dankjewel, succes.